Het werd gisteren een tot de laatste stoel bezette seminar over BTW. Verzekeringsmaatschappij Self-Reliance organiseerde in het kader van de onduidelijkheden betreffende de wet belasting over toegevoegde waarde het seminar Het implementeren van BTW, een praktische benadering. Door middel van praktische voorbeelden werd aan het publiek uitgelegd hoe BTW eigenlijk berekend en toegepast zou moeten worden. We beginnen bij boswachter, dat is bij de productie. BTW daar is 10%. We gaan eventjes heel bazaal het rondje maken, zodat jullie kunnen zien waar die BTW uiteindelijk terecht komt en wat de bedoeling is. Vervolgens wordt het aan de tweede schakel verkocht. En de term BTW, in het Engels hoor je het beter, de value added tax. De BTW wordt berekend over de value die je toevoegt. Dus op de tweede schakel vindt dan de BTW-heffing daarover plaats. De voorbelasting, dat is dus die BTW die je in aftrek mag brengen, staat erbij. Dus bij de eerste, bij de boswachter, is Wasdinga. Daarna is het 10, terwijl die verschuldigde BTW is 15 over die 150. Daar rekenen we met 10%. Vervolgens nog een schakel, dat is naar de fabrikant, die doet weer een marge erop en daar wordt ook weer BTW over berekend. En de voorbelasting ook weer in aftrek gebracht. Vervolgens naar de kleinhandelaar en uiteindelijk komt het terecht bij de klant. Als je goed kijkt naar de schakels, als het allemaal goed als iedereen zijn afdrachten, de output en de input, helemaal netjes verwerkt, dan krijg je de situatie dat uiteindelijk het alleen de klant is die betaalt. Maar uiteindelijk, als iedereen de afdracht goed doet, dan zou het er zo uit moeten zien. En dan betalen we dus niet meer voor een bepaald product als dit zo werkt, omdat het ook weer in aftrek gebracht mag worden. Dus het is goed om dit tot je te laten doordringen van waarom wordt er zoveel herrie gemaakt, wat is het hele idee ervan. Nou, dit is het. Het is uiteindelijk de consument die het dan betaalt. En dat wordt geacht te zijn een eerlijke belasting. Omdat dat is, ja, wat je consumeert, daar betaal je over. Uit het gegeven praktisch voorbeeld werd gesteld dat Suriname nog niet alle schakels op rij heeft om dit systeem effectief te doen werken. Er werd wel aan de regering geadviseerd te werken aan deze tekortkomingen, zodat dit systeem zoals gewenst daadwerkelijk in haar volle potentie kan functioneren.